Dag lieve vrienden, hoe is het met jullie? Mooi om goed te horen. Ja, zo prettig om dat te horen. He, met dat vuile perspleurs weer. He, dat je toch een beetje blij kan zijn. Ik ben ook een beetje blij, maar aan de andere kant ook een beetje niet blij. Ik was gisteren inderdaad naar de voetbal met Ajax. En dat was wel een hele fijne wedstrijd. Ik was wel blij. Maar waarom ik niet blij ben, is omdat ik natuurlijk te veel bier heb gedronken. Dus ik heb nu een bonzende koppijn en ik zou het liefst daar in mijn bedje willen liggen. Maar ik laat jullie niet in de steek. He? Hoe doe je dat? Zo. Jullie zijn mijn matties. Jullie zitten toch te wachten op een review. Denk ik. Nou ja, we gaan het gewoon doen. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Laten we even gaan kijken. Zalm. Heb ik iets tegen zalm? Nee. Ik heb zelfs iets met zalm. Ik vind zalm over het algemeen een lekker stukje vis. Heel veel mensen trouwens die niet van vissen houden, houden dus wel van zalm en tonijn, omdat het dus niet vissige vis zou zijn. Wat natuurlijk gewoon gelul is, want die beesten zwemmen en die hebben vinnetjes. En hoe noem je die kringen? Precies. Enfin, zalm, gerookte zalm. Je hebt heel veel verschillende soorten kwaliteit. En dat is dus ook wel duidelijk. We hebben hier goedkoop, middensegment en duur. Maar zalm, is het per definitie heel lekker? Antwoord erop is nee. Goedkope zalm is namelijk ongelooflijk vet. Heel smerig vet. Maar dit zie je dus al, dit zie je al, de goedkope zalm. Hier zie je die witte strepen. En dan zeggen ze, oh mooi, met witte strepen. Nou, die witte strepen is gewoon vet. Is gewoon, dit is gewoon een hele dikke zalm. Dit is zeg maar de Jan Roos onder de zalm geweest. Als je mij opensnijdt, heb je ook nog van die witte randjes erin. Wil je het eten? Dat is de vraag. Hoe eet ik zalm? Eigenlijk alle manieren. Gerookt, gebakken, het interesseert mij geen ene moer. Want ik vind het een lekker visie. Wat hebben we hier? We hebben hier de gerookte zalm filet van Albert Heijn. Dat is de goedkoopste. Dat is het huismerk. Heel erg roze, heel veel vet. Het middensegment is streekgenoten. Ja, dat is zo'n merk van, oh god, we doen net of we nog in de jaren 50 wonen. En dat de boertjes lekker boeren en de vissers lekker vissen. Zolang die niet meer zo, maar goed, dat maakt niet zelf uit. En dit komt uit het vissersdorp Urk. Nou, Urk, daar wonen leuke mensen over het algemeen. Er zit niet zo heel veel vet op, zie je dat? Valt erg mee. En dan hebben we hier de gerookte zalm uit Noorwegen van Fishtails. En dat is dan de duurste. Dat weet ik toevallig, want ik kook wel eens wat van Fishtails. Dat is meestal de duurste. En dit komt uit Noorwegen. En deze dure die heeft dus ook heel veel vet. Als je wilde zalm koopt overigens, heeft hij bijna geen vet. Omdat het beest ja, aan het zwemmen is. En dit is dus allemaal gekweekte zalm, weet ik zeker. Tenminste, dat denk ik. Laten we even kijken. De goedkope... er zit zalm in. Allergieinformatie bevat vis. Maar waar is dat ding gevangen? Gekweekt in Noorwegen. Dus kweekvis in Noorwegen. Ja, er staat overal Urk, Urk. Hier zit ook allemaal Urk. Maar er zwemmen geen vissen in bij Urk. Dat kan je mij niet vertellen, geloof ik niet. Waar komen die vissen vandaan? Ik zie het even niet. Oh, gekweekt in Noorwegen. Noorse zalm, en die is toevallig gekweekt in Noorwegen. Wat ik me dan een beetje afvraag, want deze is geloof ik, ik denk 6 euro pakkie. En deze is denk ik 2 euro pakkie. En het komt allebei uit de kweekvijver van het zalm in Noorwegen. Ik bedoel, is deze dan zoveel beter dan die? Ik bedoel, krijgt deze dan, weet ik veel, heel vies eten, allemaal alleen maar frikandellen en deze kaviaar? Lijkt me toch ook niet. Ik denk zelf dat ze uit hetzelfde netje komen. Is toch raar, of niet? Maar goed, we zitten hier reviews te maken, dus laten we proeven. He, lekker grote zalmpje. Nou, daar komt ie. Godsamme kraken ze. Staat heel groot hier openen en dat zit dus aan elkaar vast. Hopsje, flopje, floppie. Kijk, zalm van de Albert Heijn. Op het tablootje. We pellen er even een plakje af. Ja,
Maar dat? Ja. Hele dik gesneden zalm. En nou, het vet draait eraf. Nu moet zalm ook een beetje vet zijn. Hoor. Is dit een lekker zalmpje? Nou. Ik vind het zalmpje, weinig een zalmsmaker, een bijzonder, bijzonder vet en bijzonder zout. Dit is het lapje van Albert Heijn. Get voor de demmen. Even mijn handen wassen. Het tweede zalmpje is van de streekgenoten. Ja, die doen net of het weer ouderwetse tijd is. Hier openen. En 1, 2, 3. Kijk, dat gaat wel. Je ziet dat dit zalmpje toch echt wel een hele andere structuur heeft dan dat zalmpje. Hier, dit is moddervet en dit ziet er toch echt wel een beetje mooi uit. En ook dat komt uit een vijver in Noorwegen. Plakje. Plakje zalm van streekgenoten. Ja, het is een beetje rabbig gesneden, maar dat maakt niet zo uit. Hier zit weinig vet in, zie je dat? Weinig vetaderen. En deze zalm is zoveel stukken minder vet dan die van Albert Heijn. Die is bijna geen vet aan. Dit neigt zelf naar wilde zalm, terwijl het ja, gewoon ook kweek is. Ja. Ik vind het lekkerder vanwege het mindere vet. Alleen, het is zo zout, hè? Dat is natuurlijk gerookt, dat snap ik allemaal wel. Het is al verschrikkelijk zout hier binnen. Godkanonen. Dan gaan we naar de duurdere zalm. En dat zit ook gewoon in zo'n plastic hoesie. Alleen daar hebben ze zo'n kartonnetje mee gegooid. Vanwege de, even kijk, mijn archieke gehalte. Ja, dat ga ik ook knippen. Dit is de fishtails zalm. Jullie zien ook die vetrandjes. Ik heb niks tegen vet, hè. Maar let wel. Sommige dingen zonder vet zijn helemaal niet lekker. Is dat vrouw? Zo ziet het zalmpje eruit. Lekker geaderd. Ik zou even te vertellen. De zalm van fishtails is het duurste. En dus ook het lekkerste. Ondanks dat je veel van die vetranden erin ziet, is hij niet zo bunker vet als die bagger van Albert Heijn. En hij is niet zo verschrikkelijk zout als het spul van de streekgenoten. Deze is mild gerookt in plaats van verschrikkelijk gerookt. Dat je denkt, godsamme kraker, wat gebeurt er nou in mijn mond van de zout? Deze zalm is inderdaad de duurste, maar ook de lekkerste. Smaakt naar zalm, hij is niet alleen maar vet, hij is niet alleen maar zout. Prima zalmpie. Nou, hebben we dat ook weer gedaan. Tijd voor de cijfertjes. De zalm van Albert Heijn, waar is hij? Hier. Is niet te vreten. Het is vet, verschrikkelijk zout. Heeft niks met zalm te maken. Je kan je handen, kan je 25 keer wassen, gaat die bagger er nog steeds niet af. Dit is niet lekker. Dit is gewoon vies. Zonde van de dood van het beestje. Deze krijgt gewoon een 4. De zalm van streekgenoten is prettig. Niet te vet. Mooi, ziet er mooi uit. Alleen is ook zout als de... Dus als ik heel erg zout wil eten, dan gooi ik ergens zout op. Maar als je dit dus bij, weet ik wel, scrambled eggs neemt, ja, dan zit je alleen maar zout te bunkeren. Vind ik... Visie zijn weg bij me, zie je dat? Hoppatee. Dus ik vind deze te zout. Die krijgt wel een 6. En de winnaar is de... is deze zalm van fishtails. Die is namelijk gewoon echt lekker. En ik zat wat te zanik over dat er veel witte lijnen in zitten. Maar dat maakt niet zo uit. Want hij proeft namelijk niet alleen maar naar vet. En hij proeft ook niet alleen maar naar zout. Hij proeft naar zalm. Deze krijgt van mij gewoon een 8. En ja, dat is 3 keer of 4 keer duurder dan die troep van Albert Heijn. Maar ik heb liever kwaliteit dan troep. Zo is het toch? Precies. Bedankt voor het kijken. Tot snel. Dag.